We staan nu bij Bart Tienis, de nieuwe keeperstrainer van Nieuwe Sparta sinds dit seizoen. Bart, hoe bevalt het bij de club? Ja, het bevalt super eigenlijk. Vanaf het eerste moment heel erg goed opgenomen in de staf, in de club, ook in het team zelf. Ja, alles is eigenlijk aanwezig om mooie jaren van te maken. En het is natuurlijk een heel gek jaar om te beginnen nu. Maar ik denk, het valt in ieder geval super en ik denk dat we nog hele mooie stappen kunnen maken. En ik ben ook echt blij dat ik nu de komende jaren nog hier aan verbonden ben. Want ik zie nog veel mooie dingen die er kunnen gebeuren in ieder geval. In principe ben je keeperstrainer van het eerste elftal, de keepers. Hoeveel uren in de week besteed je daaraan? Ja, nou in de basis zo dinsdag en donderdagavond geven we keeperstraining dan aan de keepers van het eerste. En daarbij is het zo dat de keeperschool op dinsdag natuurlijk is voor de keeperstraining. Dus ja, hoeveel uren? Kijk, ik ben hier gewoon altijd op dinsdag en donderdag heel de avond. Ook na de keeperstraining, als de jongens naar de groep gaan, dan blijf ik natuurlijk gewoon bij om daarin een aandeel te hebben. En ik probeer zoveel mogelijk ook op zaterdag te kijken, omdat het ook belangrijk is om te zien, ja, behalve de technische dingen door de week, zeg maar ook welke keuzes er in de wedstrijd worden gemaakt. En dan uiteindelijk gaat het daarom natuurlijk. Een keeper, een bal tegenhouden is één, maar constant de juiste keuzes maken in bepaalde situaties in het veld, daar is uiteindelijk natuurlijk waar het om draait. Ik heb begrepen dat je nog meer doet. Als ze alleen bij Nieuwe Sparta keeperstraining geven. Je hebt een eigen keeperschool, begrijp ik. Ja, klopt. Ben ik vorig jaar begonnen. En heel erg leuk. Jonge talenten. En op dinsdagavond van 6:30 tot 7:30 worden die trainingen gegeven op de velden hier bij Nieuwe Sparta. Onwijs leuk. En daarin wordt ook gekeken om op een positieve manier zoveel mogelijk ontwikkeling uit de individuele keeper te halen. En wel op een... leuke manier waarin plezier voorop staat en waarin je wel constant gaat kijken hoe kan een keeper zich ontwikkelen en hoe kun je hem daarbij helpen, ook op mentaal vlak. Ja, dat is heel leuk en daar haal ik heel veel voldoening uit en dat is nu elke dinsdag eigenlijk. Waar kunnen keepers zich eventueel opgeven of voor een proeftraining? Ja, dat kan zeker. Dat kan via de website www.tienerskeepersdevelopment.nl. Dan kun je altijd een mailtje sturen naar mij ook natuurlijk. En superleuk. We hebben nu een mooi groepje. Ja, nog steeds zeker jongens welkom om aan te sluiten. Ja, ik probeer zoveel mogelijk ook op lange termijn te werken. Want dan ga je samen ook mooie stappen maken en maak je de grootste ontwikkelingen door. Dus zeker welkom. Oké, Bart. Dankjewel en veel succes met alles wat je aan het doen bent. Dankjewel. Ja, ja. Okay. Oh, okay. Dat moet je hem pakken! Juist! Lekker!